Wouter, ik kan me voorstellen dat jij hier met een ontzettend vervelend gevoel staat. Ja, dat is nog een understatement. Dit is echt een hele grote domper. Ik denk een wedstrijd waar Den Bosch heel sterk start. Eigenlijk met het spel wat wij graag willen spelen. Veel druk naar voren. Met z'n allen als blok goed spelen. En komen denk ik ook verdiend op 1-0. Net na rust denk ik een kleine stormer van Den Bosch om met veel kansen op de 2-0. Maar die valt niet. Ja, en dan zie je wel dat Den Bosch met hun speelstijl, dat houden ze gewoon geen 90 minuten vol. En vanaf minuut 60 denk ik, hebben wij het overgenomen. Maken we 1-1. En van dat moment had ik ook echt het gevoel van, joh, dus we gaan eroverheen. Ja, en dan door knullig uitverdedigen en voorzitter en de kopbal verliezen we meteen. Ja, dat is ontzettend zuur. Wat gebeurde daar een minuut voor tijd bij die laatste goal van Essen Den Bosch? Nou, volgens mij verloren wij de bal op links op een moment dat het niet meer mag. Moet die bal gewoon desnoods het stadion uit, mag je nooit meer balverlies leiden. Die bal wordt ingebracht bij de tweede paal en die jongen die kopt hem heel aardig in. Wat mij verbaasde, Helmond Sport pakte hier in Den Bosch vanaf de eerste minuut het initiatief, maar ja, langzaam verdween dat, hè, in de eerste helft. Ja, ik zei, in het begin kregen we inderdaad wel de bal, maar ik vond wel dat Den Bosch ons heel aardig onder druk zette. We hadden moeite om recht onderuit te voetballen. Ik denk dat we voorin ook te weinig vast waren. Dat de ballen die we voorin speelden, die kwamen eigenlijk net zo terug. Hè? Ja. Die kwamen net snel weer terug. Dus ja, dan weet je dat je moeilijk aanspeelt. Daarom zei ik ook, dan komt Den Bosch verdiend op 1-0. Moet je eigenlijk na een uur blij zijn dat het maar 1-0 is. Maar vanaf dat moment hebben wij het overgenomen. Ja, dan is het balen dat je die wedstrijd verliest. Ja, inderdaad, blij zijn dat het maar bij 1-0 bleef. Want er waren een aantal kansen voor Den Bosch. Zeker ook na rust. Jij zat in de weg. Je keepte een goede wedstrijd en dan toch verliezen. Ja, zuur denk ik. Ja, ik ben op zich wel tevreden. Jij hield Helmond Sport voor een tijdje op de been. Ja, ik zeg, ben op zich wel tevreden over mijn spel. Alleen het gevoel van de nederlaag en zeker hier in Den Bosch. Ja, die willen wij niet verliezen, die wil ik niet verliezen. Ja, dat overheerst natuurlijk wel. Ja, de eerste goal van Beekmans uit Vught. Jij zelf ook, hè? Een beetje lullig ook. Ja, ik kan niet eens door dat Beekmans was. Nou ja, die komt die aardig in. Die zat er alleen voordat ik er eigen had. Dus ja, prima goal. En nu? Oh ja, nu moet je ook niet te traumatisch gaan doen. Ja, we hebben hier verloren en dat is ontzettend zuur. Volendam komt volgende week naar ons toe. Dus ja, dan moeten we er aan de bak. Nee, dan moeten we aan de bak. Maar ja, die gaan ook niet alles blijven winnen. Tenminste, dan zou het een mooie uitdaging voor ons zijn om ervoor te zorgen dat zij eens een keer een nederlaag gaan leiden. Dus daar gaan we weer gewoon met vol goede moed naartoe. Was het een terechte overwinning, vind jij, voor Essen Den Bosch? Als je de hele wedstrijd bekijkt en over de hele gedeeltes van de wedstrijd, dat Den Bosch wel de bovenliggende partij is geweest. Het eerste uur zeker dan bedoel ik. Maar vanaf dat moment hebben wij het overgenomen. Als je dan 1-1 maakt, dan op dat moment hadden wij de wedstrijd moeten winnen. Ja, dit mag niet gebeuren, hè, zo in de laatste minuut. Nee, dat mag absoluut niet gebeuren. Ook de manier waarop is veel te knullig. En daar moeten we eens een keer over gaan praten en dan ook snel weer vergeten. En dan volgende week naar Volendam toe.